De Polykliniek Urologie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft vanmorgen een openbaar spreekuur gehouden. Op dit spreekuur konden mensen met urologische klachten terecht zonder een verwijs- of garantiebrief. De patiënten zijn in de gelegenheid gesteld om hun problemen te bespreken met een van de urologen, waarna bepaald werd of behandeling nodig was en verdere controle moest volgen. Uroloog Anand Ramsoek zegt dat deze dag georganiseerd is in het kader van Prostaatkankermaand, welke in november wordt herdacht. Joop van den Hoek, kinderuroloog, vertelt wat urologie precies inhoudt. Het idee erachter is dat er in november aandacht wordt gevraagd voor prostaatkanker. En er zijn misschien wel mensen die geen toegang hebben tot ziekenhuiszorg. Dus vandaar dat we een dag daarvoor vrijmaken. En hoe is de opkomst? Ik zag dat er al ongeveer meer dan 40 namen waren geregistreerd, dus ik denk dat er genoeg mensen zijn gekomen. De urologie is een vak wat zich bezighoudt met ziekte van de urinewegen, de nieren, de urineleiden, de blaas en de prostaat bij de man. En daarbij houdt de urologie zich ook bezig met de ziekte van de mannelijke geslachtsorganen. Daar hebben we een aantal onderzoekingen voor. Naast röntgenonderzoek kunnen we ook nog inwendig onderzoek doen, een cystoscopie. We kunnen dan ook stukjes weefsel wegnemen voor een biopsie te nemen. En daarnaast kunnen we nog onderzoekingen doen met echo om te kijken hoe de straalmeting is en of mensen goed kunnen leegplassen. Kinderuroloog Joop van den Hoek en daarvoor uroloog Anand Ramsoek. Zij spraken over het openbare spreekuur voor urologische aandoeningen bij het AZP.